Nou, op zo'n moment stel je met elkaar vast dat het kind vastloopt op school. Wat dan heel erg belangrijk is, is om vast te stellen of er nog meer levensgebieden zijn waarop het kind vastloopt. Bijvoorbeeld in het gezin, met zijn vriendjes, in zijn vrije tijdsbesteding. En dat bepaalt vaak ook de zwaarte van wat je eventueel zou kunnen gaan doen. En stel nou dat het kind vooral op school problemen geeft en problemen heeft. En dat je dus het idee hebt van, nou, wat de interne begeleider kan doen, wat de schoolbegeleider kan doen, komen op dit moment grenzen aan. Dan is een van de dingen die je zou kunnen doen, is dat je het kind zou kunnen aanmelden op onze polykliniek. En om te beginnen is zou kunnen zeggen, laten we eens nog wat dieper onderzoek doen dan alleen maar die autisme-diagnose. Laten we bijvoorbeeld eens gaan kijken naar hoe het gaat met aandacht en concentratie, hoe het gaat met de manier waarop het kind sociale interacties begrijpt, waarop het opdrachten begrijpt, de manier waarop het communiceert, de manier waarop zijn zintuigen werken. En dat kan je eigenlijk nog een veel exacter spoorboekje of handleiding opleveren in hoe de school met het kind om zou kunnen gaan. En het zou best kunnen zijn dat als het je lukt om die zaken goed toe te passen in school, dat het vervolgens ook lukt om het kind toch daar veel beter te laten functioneren en zijn ontwikkeling ook weer op gang te brengen. Ja, maar dan moet je natuurlijk wel het gevoel hebben dat school dat soort aanbevelingen kan en wil overnemen. Maar, en, ja, dan heeft een kind weer opnieuw een kans. Het gaat nog niet goed. Nou, heel vaak zie je dat als het op één gebied niet goed gaat, dat het echt ook op andere gebieden niet goed gaat. En dat het moeilijk wordt, bijvoorbeeld ook voor de ouders, ook voor de vriendjes, om met een kind om te gaan. En een van de dingen die je dan zou kunnen doen, is dat je zou kunnen zeggen van nou, we intensiveren de behandeling die we aanbieden. En dan zou je bijvoorbeeld aan deeltijdbehandeling kunnen denken. Een deeltijdbehandeling wil zeggen dat kinderen 1 of 2 dagen per week, meestal 2, soms 3, naar een groep kinderen komen. En die kinderen die zijn allemaal bezig met op hun eigen manier, op hun eigen niveau, de dingen te leren die hen helpen om de ontwikkeling weer op gang te brengen, inclusief de ontwikkeling op school. Dus dan moet je je voorstellen dat je met elkaar ook gaat kijken van, oké, hoe kan jij nou in de klas het beste functioneren? Wat heb je daar nou voor nodig? Welke vaardigheden moet je daarvoor ontwikkelen? En omdat het elke week over die onderwerpen gaat, kan je je voorstellen dat kinderen ook sneller iets leren dan op een polykliniek. En in dat kader komt natuurlijk ook weer een heel gedegen onderzoek aan de orde. En kan het bijvoorbeeld ook wel eens gebeuren dat je met de psychiater van zo'n deeltijdbehandeling gaat kijken of een kind bijvoorbeeld te helpen is met medicijnen. Omdat medicijnen soms ook helpen bij het verbeteren van de aandacht en de concentratie, het buitensluiten van prikkels, ook van overprikkeling, het verminderen van stress, al dat soort zaken. Daar moet je aan denken bij een deeltijdbehandeling. En misschien ook wel leuk om te vertellen is dat we bijvoorbeeld op de polykliniek in het Leo Kannerhuis ook nadenken over de grote wisselingen die er plaatsvinden in een schoolcarrière. Bijvoorbeeld als je van groep 8 naar de middelbare school gaat, dat is voor mensen met een autisme een enorme stap. Daar kunnen ze zich vaak ook moeilijk iets bij voorstellen, dat je opeens in een heel groot gebouw komt met heel veel andere kinderen, waar je voortdurend van lokaal moet wisselen. Nou, en daarvoor hebben we bijvoorbeeld een programma ontwikkeld waarbij je in groep 8 eigenlijk aan de slag gaat met wat is dat nou, die middelbare school? Hoe anders is dat en wat heb je daarvoor nodig? En dat is bedoeld om ervoor te zorgen dat mensen vanaf dag 1 een betere kans hebben om op zo'n middelbare school en in zo'n brugklas het gewoon goed te doen.